Christel Verbeke zocht als mama al vaak naar tools om moeilijke thema's bespreekbaar te maken bij haar kinderen. In het boek Alles Kids wil ze die tools aanreiken voor alle kinderen en hun ouders. Het boek heet Alles Kids en er staan elf kortverhalen in waarbij je. Binnen elk verhaal is kan binnenkijken bij andere kinderen thuis, en ik denk dat dat net heel fijn is voor kinderen. Van ja, iedereen maakt wel iets mee. Het Kunnen kleine problemen zijn, verdriet om een huisdier dat sterft. Het kan gaan over een scheiding. Dat zijn dan al de grotere problemen. Ik vond het wel interessant om hen eens te laten binnenkijken. Christel, van waar is het idee om dit boek te maken? Ik ben al heel lang bezig uh, om me in te zetten rond kinderen en hun rechten, kinderrechten. Het boek is niet geschreven vanuit kinderrechten, maar die thema's die kwamen eigenlijk gedurende drie jaar regelmatig op mijn pad. En um, ik vond het wel belangrijk om, om de boodschap mee te geven, ook naar ouders toe, van kinderen kunnen het echt wel hebben over moeilijke thema's. Je mag ze niet onderschatten. En dit boek kan misschien wel een tool zijn om het eens te hebben over pleegzorg, mantelzorg, vluchtelingen, de net iets moeilijkere thema's. Als jij nu naar... Jouw kindertijd kijkt en naar jouw eigen kinderen, merk je eigenlijk een groot verschil in hoe dat zij een en ander beleven? Oh, ik denk dat, dat het nu in gezinnen toch wel dikwijls meer open is qua communicatie. Bij mij thuis was het nog dikwijls van het is zo omdat ik het zeg. Dat werkt niet meer bij ons thuis. Hè? Nee. Heb je daar een beetje spijt van dat je toch niet zo'n beetje het militaire trekje kan hanteren? Oh, nee, ik. ik ik ben helemaal niet van het is zo omdat ik het zeg, omdat ik voel dat dat ook niet werkt. Mijn dochters zijn nu 12 en 13, hebben een duidelijke eigen mening. Dus uh, we bespreken onze kleine probleempjes op onze grijze mat in de living. Ja, die mat is wel heel belangrijk. Die mat is heel belangrijk. Dat is echt het moment dat de gsm aan de kant gaat. De televisie staat niet op, radio niet op. Dat is gewoon echt het moment van zullen we het eens hebben over hoe laat moeten wij nu eigenlijk gaan slapen? Dat is dikwijls een issue bij ons thuis. Is toch veel te vroeg. Uh, dus ja, dan wordt dat eens besproken op die grijze mat. Gewoon samen zitten en praten. Je noemt dit boek zelf een project, want je bent met projecten bezig. Uh, wat is jouw volgende project? Ik heb nog geen concreet volgend project, maar we zijn heel hard aan het nadenken binnen één uh, voor een volgend TV-programma. Uh, ik hoop dat het boek aanslaat, want het heeft me echt wel. Um, ja, Geïnspireerd ook. Ik vond het heel fijn om samen te werken met mijn uitgeverij. Dus ik hoop dat daar misschien nog een vervolg op komt. Uh, niet te veel in de toekomst kijken. Ik ben heel blij vandaag.